Hallo mensen, fijn dat je weer kijkt naar deze gloednieuwe video. Vandaag zijn we terug met een nieuwe GTA 5 online pimp sessie. En eerst wil ik iets zeggen, want je ziet hier dit ding, dit is Herman. Herman is de puist van mijn hoofd. Ik heb een gigantische puist op mijn kop en ik krijg hem niet weg. Dus shoutout naar Herman. Nou, dat kan iedereen overkomen. Dus fuck it. Maar vandaag gaan we dus weer gaan pimpen. En we gaan weer een Summer DLC auto pimpen. Want als je naar je internet gaat en je gaat naar Travel and Transport, of meteen naar Legendary Motorsport, hoppa, dan zie je hier staan de... Oh nee, niet bij Travel and Transport. Oh, dit is een Fabius. Zo, daar is Andreas, sorry. Dan heb je hier de BF Club voor 1,280. En vandaag is hier een korting. 1 miljoen, ik weet niet of het voor Twitch Prime is of voor iedereen. Dus ik zou zeggen, neem een kijkje. Vandaag gaan we die dus pimpen. En hij staat hier ook achter me. Als meneer uit mijn auto wil, bedankt. Dan gaan we er een stuk mee rijden en gaan we gewoon naar de pimpzaak. Dus vind je het leuk? Doe zeker een duim omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Op het belletje te drukken en... we gaan hem gewoon pimpen, dus ik vind het nu al een leuk wachtje. Ik weet dat je er wel speakers op kan zetten. Ik heb hem al gezien van bepaalde mensen in video's, in races, aan de startlijn namelijk. Heb ik vaak deze auto al gezien, dus ik weet een beetje hoe dat je hem kan pimpen. Maar ik wil de auto pimpen naar mijn eigen stijl en die heb ik nog niet gezien. Maar ik heb ook geen flauw idee welke stijl ik ga gebruiken. Hoppa, naar de pimp staat. Hij rijdt wel snel en soepeltjes, moet ik zeggen. En ik vind het ook wel een grappig autootje. Het lijkt een beetje zo op een Peugeot of zo, weet ik veel. Nee, ik weet niet wat voor auto het eigenlijk is. Die achterkant lijkt een beetje op een Peugeot of zo. Volgens mij was het de Volkswagen. Dat mensen zeiden. Ja, het zal, ja, volgens mij is het de Volkswagen. Ja, nu ziet het er wel uit als een Volkswagen. In de, ja, als het goed bekijkt is het echt... Ik denk dat het een Volkswagen is. We kunnen dus een bodywork opzetten. We kunnen stickers, we kunnen panels, we kunnen alles doen. Maar we gaan geen sticker doen. Kan je nou... Alles? Kan je nu echt meerdere dingen tegelijk selecteren? Zo, dat is wel vet, meerdere dingen tegelijk. Maar ik vind geen één leuk, dus we doen het niet. Race brakes zetten we erop, bumpertjes. Kijk, deze full bumper ziet er wel nog netjes uit. Racing kit. De racing kit ziet er echt leuk uit. Ik denk dat ik deze ga pakken, ja. We kunnen nou nog de achter bumper doen. Eigenlijk moeten we hem ook een beetje zo in de full... Nou, hij is een beetje te dik, zeg maar, die zwarte rand. Hij steekt ze te ver naar achteren. Op zich, ik kan nog. Ik kan... Oh, we gaan het nu pakken, deze. Dan de engine kunnen we ook nog full upgraden, de uitlaten. We hebben titanium, we hebben chrome, we hebben track exhaust. Chrome, de performance, chrome, big bore, blast pipe, ja dat hoort er eigenlijk bij, dit is een oude auto, en meestal vroeger waren deze pupen, zo echte kleine, verrotte pupen, altijd op deze auto's. Maar op zich vind ik die big bore wel leuk. Nou, ik denk dat ik voor de big bore ga, sorry voor de blast pipes, maar ik doe de big bore, ik vind die blast pipes niet zo passen. Maar we kunnen wel de fenders doen. Die doen gewoon half covers. Dat is beter dan full, vind ik. Headlights. Kunnen natuurlijk aftapen. We kunnen de lichten weg doen, maar dat vind ik niet zo leuk. Ik heb er eigenlijk echt geen voor. Nou, ik vind die tape. Maar we kunnen wel een cross tape. Die vind ik nog redelijk. Kunnen de motorkap weghalen, stickers, carbon. Low vented, oké, club racing. Nee, deze werd niet mooi, deze werd niet mooi en deze ook niet.
Een keuze snel gemaakt voor de club racing dus. Truck gewoon erop. Lights kunnen we erop zetten. Neon kitje. Kan wel, kan wel, kan wel. Moeten we het nu vergeten, want de vorige pijnvideo was ik het vergeten. Livery doen we later. Numberplate. Respray. Doe ook later. Hoppa. Dan gaan we naar de roof. Kunnen natuurlijk zo'n rek opzetten. Van boven en hier zo'n louver. Echt die speakers, jongen. Eigenlijk wil ik het doen. Is dit handig voor een race? Tuurlijk, tuurlijk. Moet je geen turtle slides of zo hebben. We doen gewoon de speakers. We kunnen de spoiler ook aanpassen. Ik weet één dikke. Ja, kijk. Oh, kijk. Ja, ik wil een dikke spoiler erop. Dus ik ga voor de primary performance, weet je. Hij houdt ook vast aan tak, dat vind ik ook wel vet. Sunstrip. Kan je nou echt heel achterkant dicht doen? Huh? What the fuck? Kan gewoon heel achterkant dicht doen. Wat is dit voor een sunstrip? Carbon, ik zie echt geen sunstrip. Of ja, van voren. Nee, ik doe het niet, ik laat het zo. Ik vind sunstrips nooit zo mooi. Suspension, transmission, turbo, wheels. Street wheels volgens mij zijn de beste. Alleen zijn die peper duur. Deze zijn wel echt leuk. De Sugoi. Nou gaan we deze. De wielkoor doen we later. Tire design doen we niet. En bulk of tire doen we wel. Dan de windows. En dan gaan we naar het kleur. Oké, eerste livery. We kunnen Stripes Retro Halftown. Oeh. Jackal Retro Sticker Town. Los Santos Customs. Dutch Gold Racing. Bigness. Oh. Die militaire vind ik wel leuk. Deze vind ik wel leuk hier. Ik doe deze en dan de respray. Volgens mij gaat het mooi uitkomen met iets van groen of zo. Ik heb de hek. Dit is ook wel vet dit. Dat gaan we nu doen. Dat is lastig hier hoor. De kleur. Blauw is ook wel nog. Of rood, want die linten van die box zijn ook rood. Dat vind ik ook niet mis. Rood, 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 rood. En dat vind ik de livery er niet echt bij. Ah ja. Die ster moet niet rood uitstralen. Ofwel neem je zwart met de witte ster. Of neem blauw met een witte ster, maar rood met een witte ster vind ik nou iets lelijker uitvallen. En de matkleuren. Kijk, deze rood vind ik dan wel weer mooi. Ik zou een beetje mat pakken, puur omdat het is gearmerd precies, hè. Met die livery. Precies over armor aan, waar hangt die armor aan? Ik denk dat voor deze gaan, ja, we gaan het doen. Secondary color, wat verandert dat? Oh, hier. Dat zou ik nog wit pakken. Dat zou ik nog wit pakken voor die ster. Ja, oké, ik vind het best. Dan gaan we nog de bandenkleuren. Wie kan het? En die doet dan ook het. Ik vind het best. En dan is hij. Oh nee, 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 nee. De neon kit. De neon kit moet nog gekleurd worden. Neon, neon, neon. Lights. Was bijna weer vergeten. Zo.
Ik vind hem netjes eruit. We gaan naar buiten en we gaan een stukje rijden. Het is wel weer nacht. Maar dat maakt niet uit, die speakers, jongen. Dat ziet er zo bruut en niet uit tegelijkertijd. Oh, wie dan? Oeh, dat geluid ook. Dit geluid is vet. Ah, en ik hoor iemand in de chat. Of ja, weer een GTA. Ik ben weer geen party gejoind. Oh, dit gaat hard, jongen. Oh, en driften kan je ook wel. Met de handrem. Volgens mij is deze wel goed in dit soort races. En dan gewoon een rally race zou je hem ook nog kunnen gebruiken. Ja, en ik denk in een echte rally race dat je hem ook nog kan gebruiken. Ik weet niet of dit te snel is voor tegen de anderen, maar volgens mij kan hij wel goed zo door de steeg, of ja, zeg maar door de aardebochten. Ja, ik kan het goed. Ik kan het echt heel goed. Oh my god, ik hou ervan. Ik zou maar blijven rijden. Hij doet het echt heel goed. Maar voor 1 miljoen, of ja, ik heb nu aan, normaal is die 1,2 miljoen. Is hij wel zijn geld waard, vindt. Ik vind dat je hem nog goed kan pimpen voor 1,2 miljoen. Alleen, het is eigenlijk een kutbak. Het is een ouderwetse bak, dus 1,2 miljoen zou ik dan weer zeggen, te veel. Maar qua pimpen zou ik dat wel zeggen van goed. Was het nou een 1 dikke supercar, dan zou ik 1,2 miljoen goed vinden, maar het is een oude bak waar je niks veel mee kan. Als je snapt wat ik bedoel. Ik hou van dit. Ik hou wel van het rijden ermee. Ik kan soepeltjes. Hoppa, hier langs. En dan loopt het uit. Oh, kun je hier nog weg? Nou, ik vind het een goed bakje en ik vind hem ook nog heel mooi eruit zien, eerlijk gezegd. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, 2 uur in de game. Nou, ik vind het een geslaagde auto. Maar hierbij zit ook de video er weer op. Hebben jullie genoten? Doe zeker een duimpje omhoog. Laat weten welke auto ik de volgende keer moet pimpen. Liefst de auto dat ik nog nooit heb gepimpt. Ook al is het moeilijk, want dit is aflevering 60 volgens mij. 60 auto's hebben we gepimpt. Ja, laat me weten welke auto jullie graag willen zien. En dan zeg ik tot de volgende keer. Bye. Thank you.